afsluiten met cultuurnieuws, want we hebben mevrouw Sumter en mevrouw Lens vanmorgen hier. Ze zijn van het directoraat cultuur en ze hebben aangegeven dat er een activiteit gehouden gaat worden met betrekking tot cultuur en onderwijs. Mevrouw Lens, vertel. Goedemorgen, bedankt dat u ons in uw programma hebt vanmorgen. Net wat u zei, ik moet u wel corrigeren. Het is een project genaamd Op weg naar natiecreatie. Ja. En het is een samenwerking van Lens Advisory als initiatiefnemer, het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, het directoraat cultuur in de persoon van mevrouw Roseline Daan, minister Marie Levens en onze buurorganisatie van Pornbuiten, BUPO, mevrouw Jill Sumter. Ja, en wat gaat er precies gebeuren? Ik moet me haasten om erbij te vermelden dat wat er gaat gebeuren is om eigenlijk vergroting van het cultureel bewustzijn door onder andere cultuur en educatie en vorming aan de jonge Surinamers op te nemen. Met andere woorden, om verschillende redenen namelijk ook. Het is belangrijk om stil te staan bij de eigen cultuur en dat van anderen. Ja. En waar wij ook naar kijken is dat cultuureducatie, schoolgaande eigenlijk dan kennis nemen van hun eigen culturele uitingen, voorkeuren en bovenal interesse. En zodoende kunnen ze dan daarmee hun cultureel bewustzijn ontwikkelen. Dus ja. Daarom zijn we er met dit project. Mevrouw Sumter, hoe gaat uw organisatie invulling geven om het cultuuronderwijs binnen de jongeren te vergroten? Nou, de buurtorganisatie waar ik aan gebonden ben, BUPO, buurtorganisatie Pornbuiten Omgeving, heeft een beetje een faciliterende rol in het geheel. Mm. We zijn dus door de twee andere organisaties, Cultuur en Lens Consultancy, benaderd geworden, omdat ze graag onze buurtorganisatie hebben geïdentificeerd, gezien. Mm-hmm. Ons hebben gevraagd van, hey, kunnen we dan met jullie starten in jullie buurt om het een beetje als een pilotproject, maar we zijn voorzichtig met ja, een kick-off, ja. In Pornbuiten, de bedoeling is dat we dan verder gaan in Suriname om het project te doen. Dus meer een faciliterende rol. En cultuur is veelomvattend. Hoe gaat die afbakening geplaatst worden? Of ja, hoe gaat u dat afbakenen? Oké, als u praat over afbakening, dan denk ik al onze doelgroep. Mm-hmm. Oké, dit project is bedoeld voor een ieder. Maar in elk geval, waarom we zeggen een ieder? Omdat culturele uiting op verschillende lagen voorkomt. Ja. Jongeren, ouderen, iedereen is een beetje betrokken. En ik zei het al, het is een kick-off project. En eigenlijk waarop we op doelen is om vaderlandsliefde bij te brengen bij vanaf jongs af, omdat wij ervan overtuigd zijn dat jong geleerd oud gedaan is. Mm. En we starten, zeg maar, binnenkort, dus 24 november hebben we de kick-off op de Taborschool in samenwerking met BUPO. En van daaruit zullen we dan andere buurtorganisaties ook benaderen om hun bijdrage te leveren. Ja. Dus als u praat over de afbakening, dan hebben we wel een breed doelgroep die wij willen bereiken met dit. Omdat je ook vanaf, je hoeft niet alleen vanaf jongs af naar ouder te beginnen, maar je kan ook de volwassen persoon benaderen om de kinderen dat ook bij te brengen in de toekomst. Ja, ik bedoelde met afbakening te vragen. Je hebt dans, je hebt eetgewoonten, kalko. Ja. Dus dit is puur op dat gebied. Dit is puur cultuur, educatie waar wij op doelen. Ja, ja. U gaat helpen om dit tot een succes te maken. Zeker. Wat gaat uw organisatie specifiek doen? Onze organisatie heeft bijvoorbeeld de Taborschool benaderd. De Taborschool is zo meegaand geweest. Mm-hmm. En ik moet zeggen, we hebben een geweldige samenwerking met hun. Lokalen aan te bieden. Dus vanuit de lokalen gaan wij met een programma dat nog uitgezet moet worden. Mm-hmm. Met de trainers, de kinderen van de Taborschool. Specifieke klassen die mee kunnen gaan. Als het ware onderwijzen. Mm-hmm. In het
Er komt dan een onderwijsdag bij, maar natuurlijk gaan we het zo gezellig mogelijk maken voor de kinderen. En ik denk dat Bupo er bekend om staat in de buurt, dat onze evenementen, onze activiteiten zo gezellig zijn dat de kinderen vaak denken dat het een kinderclub is. Ja. Dus ze hebben me al gevraagd, we hebben pas een project met Projecta afgerond, waarbij we ze 6 vormen van abuse, huiselijk geweld hebben aangeleerd. Ja. En de kinderen hebben het zo geweldig ervaren dat ze dachten dat het een kinderclub is. Dus wat heeft Bupo gedaan? We hebben op die fiets een beetje doorgefietst. Mm-hmm. En we hebben ze gezegd, oh, nu hebben we even een kleine pauze van de club. En dan in januari zijn we terug. En dan komen we terug met een ander thema. Eerst hebben jullie geleerd over huiselijk geweld. En nu gaan we jullie leren over Suriname. En waarom we moeten houden van Suriname. En waarom we trots moeten zijn op Suriname. Dus er komt gewoon een extra dag in het weekend erbij, waarbij we dan samen met de kinderen, de trainers, Lens Consultancy, dan bezig zijn om op een hele interactieve en kindvriendelijke manier zeg maar de wapens van Suriname aan te leren. Ja, je start op pand. Wanneer komen de andere buurten of resorten aan de beurt? We hebben een jaarprogramma uitgezet. En de bedoeling is dat we de eerste fase, die loopt van oktober tot en met december, om eigenlijk de kick-off te doen, een beetje bekendheid aan het geheel te geven. En dan beginnen we januari op Pontbuiten. Voor 3 maanden zullen we dan daar bezig zijn. En vervolgens, in die tussentijd, benaderen we dan ook andere buurtorganisaties om ook hun bijdrage te leveren. Dus zo gaan we steeds van buurt tot buurt. En voor de rest gaan we dan van district tot district. Dus we beginnen in Paramaribo. En als we Paramaribo hebben afgewerkt, gaan we dan door naar de district. Het is de bedoeling dat het een terugkerend karakter heeft. Tot slot, u kunt in de camera kijken en de mensen oproepen, uw naam doorgeven, waar ze u kunnen bellen, op welk nummer, zodat ze contact met u kunnen opnemen als ze geïnteresseerd zijn. Ja, sowieso. Voor ik afsluit, wil ik een woord van dank uitspreken aan de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, minister Marie Levens, en de directeur van cultuur, mevrouw Roseline Daan, voor het feit dat ze dit initiatief een warm hart toedragen. En we really embrace this. En de mensen kunnen zich van de buurtorganisaties, en trouwens, we gaan ook naar de scholen, kunnen zich opgeven op het nummer 855-8414. Mijn naam is Lucretia Lens en ik ben vertegenwoordiger van Lens Advisory. Ja, dus Lukumang, Ierekba. If you de geïnteresseerd, met contact met mevrouw Lens, want de boom voelde Joshuang Bigileri Abra Kulturu, nanga a lobby voor a kondre. En dan met kwam start, nanga de jong wang, en zo ocharing gomoro fara, na de wang ik minanga you, want ja, bismalik manga you sang, no abba vaderslands liefde ete. Dus dan met contact met mevrouw Lens, if you apma orga, zodat die asandisi kan vinden, moro. Hebi futu tapu adoti.